Hallo, fijn dat jullie meedoen. We gaan meteen aan de slag. Je mag gewoon zitten. Mag je de voetzolen scène bij elkaar, de benen los, iets van je af. Even lang rechtop uitstrekken. Adem een paar keer iets dieper in en iets langzamer uit. Mag je de handen vastpakken en een stukje even helemaal lang uit. En laat dan je schouders zakken. Dan mag je op de inademing een stukje opzij draaien. En wanneer je uitademt, draai je weer terug naar het midden. De inademing, draai een stukje naar opzij. Adem uit, draai terug. Doe dit op jouw ademen. Dus adem je wat sneller, dan draai je ook gewoon iets sneller. Je hoeft geen kracht te zetten bij het draaien. Alleen even wat los te komen. Terug in het midden. Strek je armen lang voor je uit. Laat maar los je handen, de polsen, de armen. Laat je hoofd zwaar hangen. Nek is los, de schouders zijn los. Even alleen maar hier hangen. Je mag een beetje rek voelen op de onderrug. Het strammen en vanaf. Als je wil, mag je kijken of je de armen nog iets verder van je weg kan strekken. Zet je de handen neer, strek weg. Plaats je beide handen naast je en duw jezelf op tot een rechte rug. Trek in de onderbenen in de knieën waar je zit. Strek je kruin lang uit en cirkel rustig met je hoofd om de nekwervels heen. Cirkel op de andere kant op. Kom weer met je hoofd recht in het midden. Laat je hoofd zwaar naar de zijkant hangen. Eventueel leg je hand op je hoofd. Wanneer je hoofd naar rechts hangt, druk je linker schouder iets naar beneden.
zet het hoofd weer recht en wissel. Hoofd zwaar naar de andere zijkant, met of zonder hand erop. Wanneer je hoofd naar links hangt, druk je rechter schouder een stukje naar beneden. Houd de schouders laag en ga duwen met de schouder naar achteren. Trek rustig een beetje de armen mee naar achteren, maar houd de schouders laag.
Kom maar terug in het midden, hoog op de zitknokkels. Ga we naar achter kantelen. Laat de onderrug zo rond mogelijk. Blijf kracht zitten. Blijf duwen met je buik. En ook de onderrug. Strek rustig recht op. Ga over de zitknobbels heen duwen. Kom je met een holle rug te zitten. Blijf drukken. Schouders blijven boven de heup. Kom weer rechtop. Doe we nog één keer. Duw naar achter. Maak zo rond mogelijk. De onderrug vooral. Mogen de ellebogen wat naar achter gaan richten.
wordt je beweging iets kleiner, maar je zet meer kracht op de voorkant. Plaats je elleboog omhoog, iets naar achter te richten. Blijf op de ademhaling letten, aan uit bij het aanspannen. Laatste vier. Nog drie. Twee. En de laatste. En laat maar eventjes los. Daar dezelfde beweging met de armen lang gestrekt. Vanuit hier zoek je dat moeilijke puntje op. Laat je zakken en strek weer lang uit. Let hierbij op dat we niet in de nek gaan trekken, maar we houden een lang gestrekte nek. De kruin naar achter. Armen lang uitstekken. En doe maar in. Spannen. Hou vast. Hou tegen. Strek dan uit. Spannen. Hou vast. Laat zakken. En lang. Lange nek. Kijk maar schuin, iets schuin voor je. Laatste vier. Adem uit.
en de laatste. En mag je even benen neerzetten. Benen heeft ook wat meegemaakt hier. Trek even de knieën naar je toe. Mag je zachtjes wiegen van rechts naar links. Of je draait kleine cirkeltjes met de knieën. Nog twee.
dan de laatste. Let's take a heel mooi, mooi zo. Mag je even helemaal lang uitstrekken. Pak je handen vast. Rek je lang uit. Laat de voeten op heup meten. En we gaan de heupenborsteen opduwen. Doe maar mee. Duw op. En neer. Duw hoog op. En laat zakken. Duw. Neer. Kiezen om er een klein stukje neer te gaan. Oh. Dan wordt de beweging wordt meer verend. Maak je oefening iets intensiever. Zorg dat de kin van de borst is lang gestrekt neer. Blijf kracht zetten, krachtig om. Elke keer zet je hoogste punt op. Nog vier. Drie. Twee. En de laatste. Helemaal laten zakken. Breng de armen langs je lichaam. Laat je linkervoet staan. Leg het rechterbovenbeen bovenop het linkerbovenbeen. De knieën en de benen zijn samen. Met je rechterbeen duw je langzaam je linkerbeen naar rechts. Zover als je kan. Leg je linker onderarm boven het hoofd. En blijf hier even liggen. Een mooie draaiing. Waarbij we proberen om zo min mogelijk spanning in de onderrug te hebben. Dus hang er gewoon een beetje in de. Linkerbeen af en met je rechterbeen duw je linkerbeen rustig weer recht. Zet neer je rechtervoet, laat staan. Plaats het linkerbovenbeen bovenop het rechterbovenbeen en duw je rechterbeen langzaam naar links. Laat de rechter onderarm boven het hoofd.
en zorg dat je niet spant of knijpt in de onderrug. Laat los, hang zwaar weg in die onderrug. Liggen met het voorhoofd op de handpalmen of
dat je iets hoger op gaat komen met de elleboog onder de schouder. Hoe hoger op, hoe intensiever. En als je niks meer kan zien, dan luister maar met wat we aangeven. We gaan hier vanuit deze houding, één van deze houdingen, gaan we één been een klein stukje oplichten en weer laten zakken. En daarna wissel je ander been op en laat zakken de benen om en om. Kies even je positie, of wat lager of wat hoger op. Benen lang en doe maar niet. Kom op en neer. Wissel been op. Waarbij het belangrijk is dat je de heupen aan de mat houdt. De adem doet hetzelfde. Adem uit. In. Uit. Wanneer je iets hoog opneemt, let op dat je niet gaat hangen, maar dat je mooi uit de bovenrug omlijnt en de elleboog onder de schouders. We doen er nog 4, 3, 2 en de laatste. Eventjes los draaien, de heupen. En dan gaan we dadelijk wel hoog opkomen. Vanuit deze houding gaan we één arm lang uitstrekken en terugbrengen en wisselen andere arm. Mag iets hoger opkomen? Probeer zo min mogelijk te leunen op de ellebogen. Laat het hoofd maar los hangen. Doe maar in. Strek. Uit. En kom terug. Vis. Adem uit. In. Terug.
En dan mag je de handen weer naast je neerzetten. Doe jezelf op. Zet het schouder erbij. Goed. Dankjewel. Ja, we zaten even overleggen. Je mag gerust nog even lekker blijven liggen. We vinden het niet per se nodig om dat voor te doen. Dankjewel voor het meedoen en tot de volgende keer. Dankjewel.